Meester Jaap en de Luizen. Waar is Lieke? Ze blijft vanmiddag thuis. Ze moet haar haren wassen. Dag meester, ik ga naar huis haren wassen. Ho ho! Ik zal het uitleggen. Lieke heeft last van luizen. Gadverdarrie! Niks gadverdarrie. Luizen kan iedereen hebben. De kinderen kijken elkaar onderzoekend aan. Hé, hey, ver weg jij. Eeuw. Ik zal jullie eerst een lesje geven over luizen. Je kunt ze krijgen doordat ze op je jas zitten. Dan springen ze over. Poing. Dat kan op school gebeuren, maar ook bij de sportclub of ballet. Je kunt er dus niks aan doen, al was je je haren 3 keer per dag. Luizen zijn dus gek op schone haren. Dus Lieke kan er ook helemaal niks aan doen. Het zijn kleine, zwarte, lieve beestjes. Die smakelijk een slokje van je bloed nemen. Gat van Darry. In het echt zijn ze super klein. Dan zie je ze niet eens. Ze leggen eitjes in je haar. Dat zijn kleine witte balletjes die we neten noemen. Waarom is Lieke niet thuis? Als je luizen hebt, dan moet je een paar keer per dag met speciale shampoo je haren wassen. Ah! En daarbij is ze zo kwijt. Morgen is ze alweer zonder luizen. Jongens en meisjes, deze mevrouw is van de gezondheidsdienst. Hoi! Ze weet alles van luizen en ze kijkt jullie heel even na. Fatima, die zal ze wel hebben. Oh, waarom? Omdat iets te vinden. Sorry, Fatima. Oh, jij bent nog niet geweest. Oh, ja, ze wel. Ja, jij hebt ze ook. Ja, jij hebt ze ook. Hier, de shampoo. Oh, jij hebt ze ook. Hier, een brief en een shampoo. Zo. Doei te morgen. Doei te morgen. Doei. En onze meester dan? Ik vind het heel vervelend, maar u heeft ze ook. Het. En nu? Nou moet ik ook naar huis. Hey, en wij dan? Dan gaan we allemaal naar huis, toch? Lang leven de lang! Lang leven de lang! Ho ho! Hallo. Jongens en meisjes, deze mevrouw is van de gezondheid. Jongens, deze mevrouw is van de gezondheidsdienst. Gezondheidsdienst. Oh, je hebt. Dat was het echt alweer. Hey, dankjewel voor het kijken naar deze kinderrechtenfilm. Nou, vergeet natuurlijk niet deze film nog even een dikke like te geven. En verder abonneer je even op ons kanaal, want dan mis je geen enkele kinderrechtenfilm. Hey.